Ja, joh. Ik ben er klaar voor. Alweer. Okay, ik ook. 3, 2, 1, go. Ja, oké, de race is net echt begonnen. Ja, first try. Ik had sowieso net hele slechte splits, dus maakte helemaal niet uit hoor. Het was niet een heel klein beetje zand. Ja, dat dacht ik al, dat verdien je wel. Oké, en een of andere reden ben ik de hele fucking muscle memory van Flameslinger gebruiken kwijt. Great. Oké, ik sta aan de... Oké, ik zit in de room. Ik is gelukt, dit keer. Volgens mij waren we er bijna tegelijkertijd de kamer binnen. Oké, tijd voor de gates. En ik zit in de room. Shroom boom. Oh, dus jij, ben jij het? First try, let's fucking go. Ik ook. Nee, verkeerde knop, fucking bouncer. Ja, jij hebt het al, het. Nou, jouw strat is wel sneller. Ik moet Flameslinger opnieuw inscannen. Ja, ben je... in ieder geval, ik ben bijna buiten. In ieder geval, ik ben nu buiten. Oh, ik ga nu het eerste ding knippen. Eerste ding. Godverdomme. Daar is ik gewoon compleet tegen een muur aan. Nice. Ja, eerst. Top. Oké, hij is dood. Uh-oh. Ja, ja. Oké, dat was echt een kut arena. Maar, oké. Laatste ding, doorgeknipt. Ik ben... I want gold, en ik ben man, weer gold. Oké, okay, sure. I want gold. En... ik ben klaar, oké. 2-22, dat is wel veel beter dan zo net. Ik heb een 2-16. Nice. Oké. Okay. 13. 13, yay. Oh, gold. Ik weet niet hoe ik die fucking chompy shit goed moet doen. Dus. Ja, ik god, ga naar chatter select, jij hond. Dank je. Chompy. Ja. Kut chompies. Oké, die is ook dood. Oké, dat is klaar met chompies. Ik doe het niet ideaal, maar ik ben ondertussen wel redelijk in geworden. Ja, ik ben ook nog klaar. Eerste light core. Shock is shake. De cycle. Tweede light core. Come on. En ik heb een troll gemist. Nice. Okay. Ik was iets lekker te vroeg hoog met mijn light core, waardoor ik gewoon twee enemies had gemist. Nice. Ik denk dat ik een cycle heb gemist. Kut. Net was hij bijna perfect, dus.
Welke groen zit jij nu? Derde zeker? Vierde al? Derde. Ik nu ook een derde. Kut. Wat? Hoe bedoel je daar, Filik? Brein, ga werken. Godverdomme. Bro, ik heb wel te vroeg mijn luidkoord erin gedaan, daardoor wist ik gewoon tegen veel tijd. Fuck, moet ik nog eentje? Ik had een keertje dat ik mijn lightcore van de portal afhaalde voordat hij überhaupt zijn light dingen deed. Lekker. Dat ik echt dacht van, hoe de fuck? Brein? Waarom de fuck deed je dat? Ja, geen idee. Voelt geluk. Oké. Look, puzzle gone. Ja, dan gaat mijn gold. Goud gepakt. Eind de chapter. Min 23 in plaats van min 42. Ik ben niet salty. Nee, niet bouncer. Ik heb fucking dingen nodig. Fuck. Ja, crusher. Crusher? Ja, crusher strats. Waar? Voor de gate. Ik heb geen idee. Ik doe hier een andere route. Ja, ik doe de lockpuzzle kant. De laatste. Nee, één laatste bedoel. Dat is wat vuil door in ieder geval in IL record. En nu pak ik goud in ieder geval. Oké. Relax. In ieder geval... Ik heb, zeg maar, die zoekclip geprobeerd. Ik was dichtbij, maar niet gelukt. Ik snap er helemaal niks van. Mij is het één keer gelukt, nadat fucking Pencil zei... Beetje meer naar links, beetje meer naar rechts. Oh ja, dat helpt heel veel. En een keertje half per ongeluk. Of bijna half per ongeluk. Bijna? Oh. Ja, dat ik hem echt net aan miste ofzo. Oké, okay. Tijd voor Mr. Bonk Run Dead. Oh, ja, daar wordt zij niet zo heel goed in, of wel? Huh? Daar wordt zij niet zo heel goed in, of wel? Dat ik een stumpje mij schrijf. Dude, je zit buiten mijn buurrange, wat is dit? Wauw, dat was geen height. Hoe bedoel je, dat was niet de reling? Oh, ik ben aan het gainen. Ik ben aan het gainen. Jezus. Oh. Wat? Ik heb speed heroics op mijn Sun Smash. Volgens mij helpt dat echt niet. Ik niet. Ik heb deze speed head. Nee, ik ook niet. Ik heb een random ass head. En ik viel eraf. Ik liep er gewoon vanaf. Shit. En ik ook. En ik kan niet meer terug. Nee, ik ook niet. Oké. Nou, dan zijn we wel een beetje even weer. Fuck. Oké, daar gaat mijn PB. Je was al 3 minuten bezig met een softlock, dat haal je wel in. Ja, maar dat was het einde van de run. Ja. Dan krijg je dat nu gewoon niet. Bro, die kutshields, mannen. Ik moet 10 seconden save om Gizmo te verslaan. Dat is mijn doel. Dat moet lukken, toch? Hoop het. Kut dingen. Dat is echt heel pijnlijk. Ik druk er bijna niet eens op de knop, what the fuck. Anders heb ik toch nog een bounce pad, dat was ook kut geweest. Wow. Rennen met je hoofd. Kut flameflinger. Oh, whoops, ik had iedereen al dood.
Oeps, iedereen was al dood. Ja. Levensstruggle. Wow, wat? Mijn shots misten gewoon. Hoe kan dat? This maneuver is gonna cost us 1 million years. Ik ben totaal niet salty dat ik naar beneden ben gevallen. Ik ook niet. Is mij nog nooit gebeurd. En nu wel. Nou, gebeurt maar eens. Oeh, food. I need that food. Thank you. Kut. Ga rennen met je hoofd. Ik moet even die skip even oefenen. Oké. Okay. En ik heb nog een Series 1 Stone Smash met volgens mij geen Heroics. Dus... zal eens kijken of dat makkelijker is. Want ik was redelijk consistent met die. Waar ben je nu? Ik ben bij de Lock Puzzle. Ik ben de groene dude aan het killen. Ah, oké. Godverdomme, niet tegen de muur aan, bonken. Ik heb ook niet eens heroics op mijn flameslinger, dus... ja, ik wel. Dat helpt waarschijnlijk. Oh. Ja, ik moet ook die fucking... beta shit hebben, ik weet niet wat dat is, ook weer. Ja, de dev build. Ja. Oké. Mr. Hothead himself. Ik ga nu ook op de jump pads. Frans. Iets anders in dan het Frans. Ik heb geen idee wat aan het zingen is. Ja, wel, in het Frans. Hey, laat eens Rico hier niet. Nee, ik weet ongeveer wat hij zingt. Ja. Losing Time Simulator. It's the end of Strange Skylander. The drill bot is on the scene. And you can kill. Over attack. Wrong machine. Look at that damage. Die damage is nog steeds gewonnen. Thanks Skylander, even though you won that round, the drill won't stop and the drilling won't stop. Ik heb echt geen idee. Ik blijf het houden bij iets in het Frans, iets in het Frans en iets in het Frans. Hij is dood voor mij. Ik ben nu bij de laatste feest bijna, hij is er nu tegen dingen, shit. Hold on the time out, Skylander. There's something up with my drill. But you better watch out, you'll be down for the count. And I'll show you all smashing skills. Good. En hij is dead, oké. Okay. Laat split en ik was te laat met Hothead van de poort afhalen. Oh. Maar moet je dat nog, moet je dat doen als hij dood is? Dat doe ik. Ik doe dat meestal. Ik weet niet of dat optimaal is. In ieder geval, ik ga sowieso switchen voor Chaos Castle. Castle in ieder geval, dus... ja, ik ook, maar ik haal ik wil daar... en ik ben klaar ook. Ik haal alleen Hothead er gewoon vanaf. Van Player 2. Oh, ja, ja, ja. Ik gebruik gewoon Hothead op Player 2 en... ik speel er 1. Ik ook misschien niet moeten doen, maar... 9. Arrête de crâner! Prêt et paré! Franse zoek moment. Oep. Geen mot. Promising. Eerste skip.
Ik ben nu met naar de bounce pass en shit. Dubbel speler movement optimal, holy shit. Oké. Okay. Oh, dat was wel heel kut. Jongen, ik haal deze trolls hier. Fuck. Klik erop! Ga allemaal dood. Oké, okay, en dat was de tweede. Fuck. Ik kill de trolls en de cyclopses die missen mij gewoon. Dus daar kan ik gewoon rustig gaan. Ik weet niet wat ik doe. Mijn cyclopses missen mij gewoon. Die zeggen van, oh je bent een rustig skip aan het doen. Sure, we spinnen wel langs je. Oké, okay, ik doe de skip niet eens goed. Lol. Waarom begin ik me steeds minder zorgen te maken over de laatste worden morgen? Oké, ik ben de skip eindelijk. Nou ja, ik ken mezelf. Ik word sowieso destroyed morgen. Oké, dat is één lok. Waarom is het zo helemaal daar, joh? Jezus. Bro. Kutcyclops, ga allemaal dood. Val allemaal neer. Nou, fucking doorheen, niet naar links. Oké, okay, die guy die heeft gewoon suicide gecommit, sure. Tuurlijk. Die guy sprong gewoon van de fucking balkon af. Nee, kut, waarom doe ik dat? Eindelijk. Ik ging per ongeluk Skystone spelen, in plaats van gewoon de cheat gebruiken. Oh, nice. Beetje time save voor mij. Volgens mij is dat echt nog geen eens 1 seconde time. Ja, ik zeg toch een beetje, joh. Oké, zo, flameslinger. Het wordt steeds donkerder in mijn kamer, dat is een beetje hinderlijk. Mijn kamer is altijd donker, zowat behalve als ik mijn fucking lamp aan heb. Ja, ik bedoel meer dat ik nu niet meer mijn portaal goed kan zien en zo. En oh, nice. Dankjewel, donkerheid. Dankjewel, god. Nee, ik ben niet gelovig, sorry. Our Lord and Savior, fucking Chaos. Fucking Chaos. Our Lord and Savior, soep. Soep. Ik word altijd gefaked in deze arena. Ik vind het wel mooi, de verkeerde muziek speelt gewoon in de arena. Het is nog steeds een casual hall muziek. Terwijl ik eng gevecht. En dan in de tweede phase van het gevecht is ineens... Dan begint ineens de epieke muziek. Mm-hmm. Fucking normaal. Heel normaal. Oké. Doom, 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 boom. Flame Slinger. Epic muziek. Why do I hear boss music? Geen idee. Misschien zit je in een fucking arena. Nee, ik wil niet meer praten. Nog een keer rond. Dankjewel. Oké, ik zit bijna in een arena. Jezus. Heb hier nog wat guys? Arena battle. Oké, ik ga nu de guy zelf killen. En he dead. I want gold. Dat is wel gold. Nice. I want gold. What the fuck? Hij speelt half. Wat? Ik ken deze spawn patronen niet. Ik een beetje. Ik ben ook niet heel goed in hoor. Oh, kut, 15. Ik heb alleen maar van superchargers en een paar van de imaginators. En trap team. Chapter 15. Don't worry. I'll be fucked. Wat is met 15 dan? De
fucking stack. Ja. Nou, die valt nog wel mee, maar de gate is een beetje kut. Zeg. Ik ben er wel achter gekomen dat stack is moeilijker op Wii, op de Wii. Hij is makkelijker op de Wii U. Oh, nice. Het was te warm in mijn kamer, dus ik had de Wii beneden aangezet en ik had gewoon een potato camera gedaan. Mijn enige hoop is dat ik echt tijd ga saven op chapter 7 over jou. Want in de Sky Factor ging jij helemaal kutten met de schoenboom. Terwijl die echt fucking makkelijk is. Ik ben gekomen dat dus Shroomboom die Speed Heroes heeft, dat het probleem was. Ah. Dus ik gebruik nu mijn Shroomboom zonder Speed Heroes. Hij dodge al mijn pijlen. Hallo? Oké, hij is ook dood. Eindelijk. Oké, tijd voor de stack. Stacks. Op de 5 had ik niet zo heel veel moeite mee zelf. Oké, de stack die ging makkelijk. Zeg maar alleen de. Dat ik de. Zoekclip had ik het meeste moeite mee. Want eerst moet je dan zeg maar met. Crusher moet je eerst even rocks en dan moet je. Moet je hem er doorheen gooien gelijk. Span. Daarnaast, dankjewel. Oh, en geen eens de button getriggerd. Nice. De Epic een gamer. Ja, als je door de muur heen gaat, dan kan je de button triggeren dat de platforms naar beneden gaan. Oh. Wat ook in de Sky Factor gebeurde. Oké, dat verneukt ik hard. Oh, nice. Ik weet niet of het werkt. Nee. Moest je eigenlijk nou per se Ghost Roaster gebruiken? Weet ik veel. Voor de laatste wel, I guess. Kom, je bent er bijna doorheen. Hij is er doorheen. Oké, stack tijd. Oké. Ik ben bijna bij de laatste gate. Oké. Ver. Hallo? Fucking verkeerde controller. Ik heb wel wat tijd verloren. Hallo? Ga omhoog. Pijnlijk. Hij gaat niet eens omhoog. Heb je één keer gedashed? Je moet dashen en daarna pas gaan spammen, dan gaat hij omhoog. Ja, oké, nu gaat hij wel omhoog, maar... Hij gaat niet bovenop. Je leidde me af. Verdomme. Ja, graag gedaan. Ik zit ook hier vast, dus daar maakt niet uit. Ja, oké. Okay. Ja, maar ik probeer een 10 seconden PB eruit te halen en ik zit nu plus 47 seconden. Ben je trouwens niet vergeten om dingen in te laden? Nee. Het is al geladen. Oké. Okay. Hij wil gewoon niet omhoog. Niet verder. Ja, die skippers zijn gekut. Omhoog, je bent een rots. Je hoort omhoog te vliegen als er dingen onder je zitten, ja? Dat is gewoon hoe deze game werkt. Hoe zit niet genoeg hoogte? Bruh.
Zoveel moed hadden we niet eens met dingen Sky Effecta. En hebben we ook niet eens in practice gehad. Nee, bij mij ging die maar dit keer best wel smooth. Ik ben eigenlijk verbaasd dat ik tijd verloor. Oh, misschien verloor ik tijd omdat ik met Hothead zat te kutten. Omhoog. Dit is een scam. Hey yo, cool strat. Oké. Haal de boven op staan, joh, Crusher. What the fuck? Wat de fuck doe ik verkeerd? Snel. Licht aan. Zodat ik daadwerkelijk mijn portal kan zien. Shit. Wat een lag, wat de fuck is dit? Hij wil gewoon niet. Bro. Hoe langer ik wat? Hoe langer je ermee bezig bent, hoe meer lag inderdaad. Eindelijk gaat hij er bovenop staan. Oké, bijna de verkeerde minus knop gedrukt. Dat is echt boos. Oh. Instant rage quit. Fuck je race! Krijgen we dat tering? Nee. Dat niet. Ik wil dit is sorry. Oh. Ja, dat zou kunnen. Oh, ik haal het bijna. Oké, dan gaan we naar Drobots. Oké, ik dacht bijna even dat de jump pad gewoon niet actief was. Hij had gewoon even geen zin in om te doen. En oké, dat haal ik ineens niet. Oh, oké. Fucking hell. Oké, en Arena Battle van 12. Wat? Daar gaat er niet doorheen. Nee, niet fucking. For fuck's sake. 1P2C heb ik gewoon nog steeds veel moeite mee. Ja, ik ook hoor, nog steeds. Mijn brein wil het ook gewoon niet snappen. Oh. Oh, het is fucking 7 minuten bezig met chapter 15. Wat? Hoe zit ik niet in goede range? Hij wil gewoon niet meer. Nou, gelukkig maar dat je een practice run nog doet. Ja. Fuck sake! Ga er doorheen, jij rot! Zoek. Je bent te snel. En dat is waarom ik meestal rage quit op chapter 15.
Ja, 50? Oké. Okay. In ieder geval, ik ga niet rage quitten, ik ben geen hond. Nee, maar ik word dan zo boos dat ik dan uiteindelijk gewoon zoveel bottleblock emotions heb en dan gewoon controllers door de kamer heen gooien en daarmee klaar ben. Nee. Ik heb het geduld er niet voor. Oh. Je moet niet omhoog gaan, joh, crusher. Ja, dan moet je het even opnieuw doen. Auwie. Ik ga ondertussen gewoon een chapter ahead zijn. Ja. Oh, doorheen! Ik ben plus 1 minuut trouwens. Damn. Jij nog steeds 2 minuten plus 7, zei je, dus. Ja, dat is waar. Die heb ik nodig. Fuck, flames. Mijn brein is niet bij de run. Waarom ga je omhoog? Bro. Ja, ik ga omhoog. Yes. Ben je al klaar met je chat of niet? Oh ja, ik ben nu met 4 bezig. Nice. Oh, dat was. Ik pak even de auto even. Ik kan even naar mijn huis helpen even met dit. Maak de race eerder. Loop er niet uit! De tijd dat ik bij je huis ben, kan ik deze run al lang klaar hebben. Ja, hij is er doorheen! Hé? Hey. 24 jaar later. En ik disconnect de fucking verkeerde controller. Wacht, serieus? Yep. Fuck. Dus nu moet je het opnieuw doen. Fucking hell. Waarom disconnect je controller? Je moet hem ook warpen. Nee. Jawel. Ik niet. Oh, nou is er weer doorheen, oké. Okay. Even de goede warpen. Ja! En dan. En dan Ghost Rooster. Als Ghost Rooster wil laden, hallo? Hij wil niet laden, hij zit de hele tijd in een undead screen. Bro, wat is er mis met jou? Dus wil de hele poort toch gewoon niemand meer laden. Merci. What the fuck? Oké, okay. Disconnect weer, reconnect. Oké, okay, nu wel. Holy shit. Ben ik eindelijk uit chapter dinges. Dat is de verkeerde. Ja, chapter 15 is klaar. Fucking hell. Oef. Ik ga Holy shit. Piraten-eiland in. Nice. Molokin Mountain. Fuck. Oh, deze kut chapter. Nee, je doet fucking lang. Begin.
Ik kan deze stack niet goed. Oké. Oh ja, eyebrow strats, dat wordt leuk. Eyebrow? Ja. In 12. Dat je naar boven warp, weet je wel. Je bedoelt robot strats? Nee. Oh, dat is in chapter 3 is dat. Maar dat... Huh? Ik heb het over 12, eyebrow. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Je ziet wel. Dat zal wel. Kijken of mijn combat deze keer minder hard zuigt. Oké, steeds wel een beetje mee. Dankjewel. Ga lekker door dat ding heen. Moest ik nou dingen blijven? Denk het wel. Ik weet niet meer. Fuck. Si tu vois ce Flynn, dis-lui qu'il me doit toujours de l'argent. Oké, 19 seconden gesaved. Dat was een beetje meh. Het is iets. Dat ben ik zeker met je eens. Oké, chapter 7. Jou heb ik ook niet meer nodig. Waarom sta je nog in mijn face? Het Cyclops is gaat dood. Dank je. De Skylanders liés à la magie zijn plus puissants ici. Niet in de loading zone gaan. Ja, oké. Controle. Ik heb hier light course nodig. Ik ging level up waardoor ik een troll killde. Lekker. You're fucking kidding me. Dat was de laatste troll. Oh my god. Ik was heel goed in deze fucking Shroomboom, maar ik kan hem gewoon niet meer consistent voor een of andere reden. Oké. Fucking kutzak klopsus. Met een invisibility. Ik nog gewoon mijn fucking light course. Oké, daar ga ik gewoon fucking robot, fuck it. Très impressionnant. Reformation. Ja, ik moet Terrafin strats gebruiken, natuurlijk. Terrafin strats? Ja, even, je kan ook popvis gebruiken voor de... Of het robot, kan ook. Stop!
Je deviens fort. Les Skylanders liés à la mort sont plus puissants aussi. Et on se rebelle bounce pad als je naar beneden wilt klikken. Ja, daar kan je gewoon robots voor gebruiken, dat is makkelijkst. Zoek, want dat is makkelijk, hè? Ouais, fuck, hallo? Ça m'a l'air solide. Oké. Niet helemaal ideaal, maar het zal wel. Ja, joh. Eigenlijk een arena van 12. Ik ben een zombie mage aan het vermoorden. Ondertussen. Nice. Nou, ik ga even voor een sub 2 uur. Dat moet hopelijk lukken. Ja, dat moet wel lukken. Mijn eerste run was een 2-10 volgens mij. Oh. Can't be worse. Nou. Jawel. Seabrace run waarschijnlijk. Als hij überhaupt eentje heeft. Weet ik eigenlijk niet. Schipper heeft altijd echt de vreselijkste runs, een van de redenen. Gewoon niet op de bullshit, gewoon alle supercharged ILs, voor de random Skylanders. Ja, hij is ook gewoon challenged. Hij is in ginsel quote unquote challenged met andere random Skylanders doen. Dat ik echt dacht van, oké, dit is geen Christmas challenge, leuk voor je. Ja. Yeah. Wordt het voor een Christmas procent doen met iemand anders dan zo? Wat? Oké, okay. Hourglass. Goed voor je fucking eten, joh, honden. Spring van naar beneden, jij fucking cyclops. Oké, okay, ik heb zombie mage gekilled. Nee, ik heb wel series 2 hacks, dus... Ja. Dus, fuck jou. I'm on goal, man. 21 seconden. I'm on goal. Let's go. Fuck. Bro, is het nog steeds in chapter 12? Ik ben letterlijk nog steeds plus 21 seconden, hè? Ja. Dat is niet erg. Oh mijn god, ik klik toch op chapter. Jezus, kutspel. Eerst mijn pass cancelen en daarna op collection in plaats van fucking... Tuurlijk. Te klikken. Natuurlijk. Jawoel. Hey yo, chapter 10. Die chapter die iedereen vergeet dat die bestaat. Wat, chapter 10? Ja, dat ene, die ene vliegende boot of zo. Weet ik veel. Aerial attack. Chapter 12 en 10 zijn echt de meest... vergeetbare chapters ooit. Ja, ik ben klaar met 12. Hm? Ik ben klaar met 12. Ik zit in de eerste turret van 10 minuten. Hopelijk gaat jouw 7 smoother. Oh, je moet nog eerst nog 4 doen. Ja. Ga je de zombie doen? Nee, weet ik niet eens hoe. Oh. Ik heb er niet eens uitgecheckt. Check.
meal. Oké, ik ga uit op de 4 reloaden. Reloaden? Ja, mijn winged boots had het niet meer, want ik kon de gate skip niet doen en ik heb geen zin om naar die gasten van het Skystone. Met speederrooks of flameslinger is je. Ik ga naar boven naar beneden, iets speelt er nog niet. Kun jij dan een bed opmaken voor mij? Speederrooks. Ik heb geen enkele reloaden. En ik ga dat niet doen. Dus even voor de hele tijd. Tweede turret. Oké, zolang ik niet Softlock in chapter 6 en een nieuwe strat kan gebruiken, zit hier wel een ECP achter. En ik chapter 5 niet 4 miljoen keer vallen. Dan was ik ook echt 30 seconden kwijt. Ik die echt 8 minuten verloor. Bewegend. Fucking 15. Ja. 15 is geweest met mijn biggest time loss en ik weet ook niet hoe. Niet meer, nee. Wel is nog meer. Ik ben blij dat dit niet streamde, want dit zuigt. Ja. I live in Spain without the S. Yeah. Ik heb niet van hem de steen gecollect, Mark. Oké. Ik ben wel blij dat ik eindelijk een beetje beter ben in Giants, want ik was altijd een beetje pissig over dat het me gewoon niet lukte om gewoon een fatsoenlijke run te doen. Op, kwam ik de hele kanon vergeten. Jezus, ik ging helemaal naar de gate. Zo, daar wil je niet open. Zo, oh ja, kanon. Wauw. Jezus, ik streamen met de pop nu niet normaal. Nee, niet de Cyclops activeren. Go counter. Ik mis de bom. Ik gooide de bom gewoon scheef. In plaats van tegen het kanon aan. Nice. Hello. De gate doet gewoon niet kapot door Bouncer. What the fuck? Maar kapot, dank je. Door Bouncer? Ja, voor de Skyzone shit, weet je wel. Nee, ik weet niet. Oh, dan niet. Gate gaat niet kapot voor Bouncer? Je bent toch een 4? Ja. Daar wordt toch Bouncer helemaal niet gebruikt? Wel door Vel. Oh. Dat. Ja, dat zijn alleen IGT strats.
Ja, je moet ook bullet schieten en daarna de cutscene trigger. Daarna kan pas de gate kapot. Oh ja, hier moet ik fucking boosten. Stom. Ik vergeet gewoon sommige strats. Bon. Hoe bedoel je dat misten ze alle twee? Ik gooide de bom precies in het midden en gewoon geen van de paarse dingen werd geraakt. Logisch. Ik dacht, oh hey, is dat een coole strat? Nope. Het is een enge scam. Die mij heel veel tijd heeft verloren. 32 seconden verloren. Oef. Ga omhoog, Crusher. Oké, okay, chapter 8. Hey, attends! Je suis drôle quand tu fais semblant de jouer. Oh, deze staat zo vergeten ofzo. Hallo? Je hoeft niet te boosten dus. Maar hij gaat wel niet omhoog. Hé, hey, nu wel. Dankjewel. Waar ben jij? Pier. Zoek? Nee, Crusher. Oh, je bent gewoon met de laatste gate aan het storrelen. Ja, ja, die heb ik net gedaan. Doe het even. Ga aan, controller. Hamertje, yeah. Hashtag bring back my boy T-Rex. Deze gast staat wel nergens op. Je vermoordt gewoon elke bodyguard en denk ik, wil nog even een spelletje spelen. Lekker Skystones. Ja joh. Leuk bordspelletje. Jee, yeah, ik ben klaar met vier. Al je fucking bodyguards dood. Oh ja, ja. Laten we Skystones spelen, want dat is een hele goede gelegenheid ervoor. Ja toch? Lijkt me wel. Oké, chapter 7. Alleen de boosts kunnen mij eventjes tijd verliezen. Voor de rest moet het niet. Ik wil niet naar 8, dankjewel game. Had je eigenlijk nog een Ingenie getest? Nope. Dat had ik al verteld, maar ik weet wel welke aanval ik moet doen. Ik moet gewoon het A in blijven houden. Dus gewoon A, maar dan wel inhouden. Hey, oh, attends, partenaire. Faut pas nous oublier. Bouncer.
Ik vind het wel raar dat je dat zegt eigenlijk, van dat je speed schoen moet met problemen had. Maar ik doe dit letterlijk nog met wing boots, zeg maar, de skip. Welke? De chapter 7 schoenboom skip, zeg maar. Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon... Vroeger kon ik hem altijd, was het altijd first try en ineens gewoon niet meer. Nee. Ik heb dat soms gewoon met skips, dat ik ze gewoon verleer of zo. Ja, of iets doen waardoor het moeilijker gewoon van mezelf maakt. En dan een paar maanden later kom ik erachter wat het dus was. I want gold, man. Hey. Yeah. I'm on gold. In de 8. Let's go. Ik heb net de boost gedaan. Volgens mij wat sneller was die van jou, hoop ik. Duurde echt maar 10 seconden of zo. Oh, mijn boost was ook... Nou, mijn eerste gate skip was echt gekut. Weer. Eerste boost ging prima. Tweede doe ik tegenwoordig gewoon zoek. Ik probeer het geen eens meer met Shroom Boom. Oh. Ja, het duurt mij te lang. Ik ben er zo slecht in dat het zeg maar sneller is om zoek in te spannen en daarmee te doen dan daadwerkelijk Shroom Boom te proberen. Oh ja. Ah, ja, de tweede boost ga ik wel eventjes overdoen, denk ik. Ja, die bedoel ik, de tweede. Dat doe ik gewoon zoeken, dan had ik hem echt tweede try. Ga omhoog. Cursor. Je staat, je staat er letterlijk bovenop en je gaat niet omhoog. De steen! Domme wesp. Oké, okay, gelukt. Ik was helemaal vergeten dat ik gewoon stil moet staan met schoenboom en dan werkt het gewoon veel beter. Wat leeft er nog? Oh, deze chompie. Bruh. Kennelijk hoort de chompie bij de Battlegate. Ik zit nu bij chompie mage in ieder geval. Coach Rose is strats meer. Niet. Is het gewoon niet meer waard in chapter 2. I need healing. En ik verlies tijd in 2. Pijnlijk. Oké, okay. Time Twister. 40 seconden verloren. Oh,
Oh, hier is Flameslinger. Jeetje. Nee, ik heb gewoon niet de one cycle of shit gedaan. Hoe de fuck mis dat? Well shit. Ik weet niet of ik hem nou nu gelijk nog kan killen of niet. Van niet, oké, dankjewel. Wat voor maar. Waar heb je het over? Welke chapter? Ninjini strijdt met Chompy Mage. Oh, je bent gefaald? Ja, ik deed maar 120 damage per ding. Dat deed blijkbaar niet genoeg. Ja, je moet gewoon niet opgegeten worden door Chompy Mage, dan gaat dat goed. Als je wordt gebeten door Chompy Mage, gaat hij door naar de volgende phase, namelijk. Ik weet niet of je dat wist. Nope. Nou, dat is bij deze. Dus je moet altijd damage blijven doen en niet gehit worden door hem. Want het ding is, daarna duurt heel lang. En moet ik hem wel gewoon vuurtompjes geven of dat maar niet? Ja, kan je doen. Maar dan gaat ook door naar de volgende phase. Maakt niet uit wat. Ja. Ion, ik weet hoe ik C moet drukken om van modus te verwisselen. En ik vond, druk op dat knopje. Zo, waarom? Ja, je kan timen dat je net niet. Dat je er dus. Ja, nou, op tijd zeg je dat inderdaad. Volgens mij elke keer drie keer dat Chompy Mage haha zegt of zoiets, dat je geert bent. Bij de derde moet je. Voor de derde moet je switchen. Nee, nu is hij dood, eindelijk. Fucking 3 cycle verloren ofzo. Let's go, nou. Eyeball skip. Wow, holy shit. Hoe doet hij dat? Gewoon te goed. Kijk of dit keer wel Brock Jesus, man. Cycle kan halen. Aerial attack. Wat was die ook weer? Oh, die ja. Ja, snap hem. Ja, ik wist de character wel voor, zeg maar. Die chapter. Oh, hier is mijn wingboots. Ja, heb je hem gevonden? Ja. Nee, ik zal even kijken voor waar de fuck die wel stond. Zodat ik een oude glass nodig. Ik wil niet naar chapter 11. Hallo? Nou. Oké, phase 2. De enige character in deze run die ik heb die heroes heeft is Salt al. Oh, je hebt een Terravin. Epic. Mijne heeft. In ieder geval mijn Swarm en mijn Flameslinger heeft ze allemaal. Volgens mij mijn Steltaf. De rest heeft volgens mij 32. Je gewapen bedoelen op jullie hoogte. Oké, ik heb de Quick Cycle, let's go. Oh, nice. Vorige twee runs faalde ik hard. Zit je voor of achter nu? Ik zit nog steeds plus 30 seconden. Maar ik heb al 20 seconden gesaved in 3. Oh, dat is nog wel te doen dan. Ja, maar nu komen 5 en 6. Dus nu komen mijn time saves. Oui. Oh.
Ik dacht al echt dat we hem veel bezig gaan dan dit. Ik ook. Ik heb het niet over jouw run, maar over mij. Oh ja, maar ik had het wel over mijn run. Nee, dacht ik al. Hoe ga je niet dood door de explosie van de mijn? Hallo? Lightcore-bom. Oké, dit kelt er wel iedereen. Vorige keer miste ik er eentje. Turrets. Ik ga binnenkort ook een Sky Factor in ieder geval. Ja? Mm-hmm. Wanneer is binnenkort? Misschien volgende week of zo, denk ik. Weet niet. Nice, zit ik in het buitenland. Maar oké, blijf. Nice. Ik kan dan echt precies niet kijken, dus. Nee. Ja, we moeten even kijken wat we doen. Ik moet sowieso nog even. Zowel voor Sprocket Trokken ze even nog een keer even kijken of ik dat wel. Nog heb onthouden, zeg maar. En ik heb de game al gefinished. Wat tof hoor, ja. Ja, had je hem gefinished? Oké, ik heb de ijsbal skip. Derde try, beter dan 20ste. Ik heb toch al een keer speedrun gehad wat net sub 3 uur was. Oh, wie? Ja. Je weet dat HD sneller is voor Skype. Ja. Op HD hebben we het ook geoefend, één keer eerder. Ik ga sowieso op HD runnen, dat wel. Oké. Ik ben even vergeten op welke fucking console ik nou zelf voor zat, HD. PlayStation 3. Ja, volgens mij ook. Oké, ik ben nu min 47 seconden. Oh, nice. Lekker. Je bent op de pace. Yeah. Chapter 6. Niet de bom guy killen, dat is misschien wel een goeie. Ja. Oh ja, vergeet de bom guy dat je die levend moet houden. Wat? Oh! <What? laughs> Ne laisse pas ces types nous OK là. Canard de lait. Utilise le bouton d'attaque. Tu veux voir quelque chose de cool? Appuie sur le bouton d'attaque. Oh ja, je moet nog HD ASL nog leren. Ça c'est du coup de point puissant. Voor SSL. Nee, dat doe ik niet. Totdat ik PC heb, dan ga ik dat doen. Oké. Okay. Ik heb een beetje gedeeld op 360. Toen bedacht ik, oh ja, ik moet nog Giants leren voor deze race. Ja. Maar ga je voor Sky Factor 360 leren of niet? Ik zit te twijfelen. Ja, of ik moet, want wie ESL wil ik ook nog leren anders, dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Ja, maar dan, moet HD Warped. Je moet trouwens ook nog Giants Warped leren dan. Ja. Het is Warpless namelijk. Weet ik. Ik zit ook nog wel te denken om ooit een Sky Factor te doen, maar deze zomervakantie gaat het me niet meer lukken. Ja, zomervakantie gaat mij... Nee.
Oh, een duo wel dan. Ja, duo, maar dat hadden we gepland. Ja, ja, ja. Dat hadden we al gedaan. Speciaal vrij voorgenomen, joh, van werk. Nee, joh. In ieder geval, ik heb ook echt 8 dagen vrijgenomen van werk, terwijl we in vakantiehuis zouden zitten, zeg maar. Ja. Blijkbaar kon dat dus niet, en dan hebben we dus dat... Ik wil de vakantie kon niet, dus ik heb nu eigenlijk gewoon random 8 dagen vrij. Ik heb geen zin om af te zeggen. Nee, want je hebt nu al vrij. Ja, nu heb ik in ieder geval 4 dagen vrij in ieder geval. Moet vrijdag pas werken van 9 tot 5. Nice. Ik had vandaag mijn laatste werkdag. Bij de... Voor vakantie. Oh, nice. Oh, mijn laatste nieuwe pizzadag was vorige week donderdag. Volgende week moeten we ook weer tafeltennis trainingen geven en shit. Niet ernaast vallen, dankjewel. Ernaast vallen? Ik wist dat het wel kon, alleen ik wist niet hoe het moest. Het was van, shit, hoe kan ik dit fixen? Oh ja, ik ben gesoft, dat was het. Fuck. Oké, bomb guy niet killen. Helemaal top. Kijken of ik op de plek omhoog kan eindelijk. Anders zou dit namelijk mijn derde PB zijn, dat ik nog steeds op dezelfde plek op de leaderboard sta. Ja, even als jij klaar bent, moet je even op de leaderboard kijken van wat ik even ongeveer kan gaan staan. Oké, okay, ik ben nu klaar met 10. Troll home security. Holy fuck, ik ben echt 3 of 4 chapters verder. Maar dat zijn allemaal wel snelle chapters, dus... Ja, oké. Okay. 8 is al redelijk snel gewoon. Ja, 8 is redelijk snel. Ik heb die onder 4 minuten gedaan. Oh ja, klopt. De 8 is inderdaad al snel. Dan moet ik even naar Swarm. En ik heb Envil Rain nodig. Yeah. Oh ja, trouwens, die 2 cycle hit is dus daadwerkelijk niet sneller. Wat? In chapter 6. Ik weet niet waar je het over hebt. De 2 cycle van de robots, de 2 hits. Weet je, in 2 puntjes de robots kan killen, in plaats van 3. Oh ja, oké. Okay. Want wat ik dus niet door had, is dat je daadwerkelijk tijdens het vecht ook doorloopt. Oh ja. Ja, goed zo, Envil Rain. Eindelijk op de goede trolls hitten. Dat ik in practice 1 keer de Envil Rain kwam niet eens dichtbij. Wacht, een 8? Oh, dan gebruik je Envil. Oh. Ja. Oh. Er zat zo van die trolls daar. Ah. Ik ben er nog steeds op tegen dat we... Ik ben er nog steeds van mening dat we gewoon weer T-Rex moeten gaan gebruiken daarvoor. AI? Waarom heeft die robot dan is AI? Lol. Bye-bye. Oh, het zwarm niet omhoog, hallo. Als het goed is, 1 keer plaatsen zou genoeg moeten zijn. Je hoeft het niet te spammen. Een troll onderweg. Oké, okay, nu doet hij het. Oh, ik moest vliegen zeker ofzo. Nee, juist niet. Nou, tijdens het vliegen werkt het juist bij mij. What the fuck? Oké, okay, lol. Oké. Okay. Lightcore bom. Lekker lopen. Wat? De bom ging niet ver genoeg om van een kanon te hitten. Bruh. Had je trouwens PlayStation 5 nou tot je beschikking komende week? Ja. Nice. Ik heb vandaag nog even opgezeten, heb ik even Sackboy gedaan. Daar heb je ook allemaal speedrun IL shit, dat is ook fucking lijp te doen. Oh, nice. Misschien, ik ga waarschijnlijk dat ook nog speedrunnen dan. En moet ik eigenlijk morgen doen of overmorgen. Ja. Ga je nog Stray spelen of niet? Ja, dat is sowieso. Want het staat op je broers PlayStation account.
Ja, ik heb dat ook op de play... mijn broers PlayStation account zit ook nog op de... op de PlayStation 4. En dan kan, ik kan ook gewoon stray op PlayStation 4 dan downloaden. Ah. Dus dat heeft eigenlijk geen haast. Ah. Ik ga dat sowieso nog doen, dan kunnen we dat een keer racen als ik even 1 of 2 rondes heb gedaan. Okay. Maar dan glitchless of glitched, maakt mij niet uit. Ik heb vooral glitchless guns. Ja, dat weet ik. Maar ik glitchless ook wel leuk, want dan zit je wel random te spinnen en ineens zit je... Oh, ik zit door de muur heen. Ja, ik heb glitch nog eigenlijk nauwelijks gekregen. Ik heb alleen die ene glitch die Duke deed in zijn spin. Ja, ja, ja. Ja, die vond ik ook wel grappig. De rest heb ik nog helemaal niet gezien. Ja, ik heb ook maar 2 skips gezien. Degene waar jij het over had en 1 andere. Waar dus random spint en dan zit je ineens in een schacht waar je eigenlijk veel later pas hoort te komen. En dan skip je eigenlijk maar een derde van de game of zo is, geloof ik. Ik weet niet wat. Ik ben zeer geïnteresseerd. Ik weet niet of het al gefixt is of dan moet je op een oudere patch zitten, weet ik veel. Volgens mij moet je een oudere patch gebruiken. Hallo? Bouncer. Dankjewel. Ik zit nu in een arena van 8. Nice. Ik loop langzaam naar de laatste gate stukjes van chapter 6. Nice. Oh, level up. Op de mol. Dat killed letterlijk die fucking robot, chompy robot. Nice. Was je swarm dan nog niet full level? Nee. Lol. Ik heb 2 swarms. Eentje is level 4 en de ander is nu 9? Nee, weet het niet. De ene is 20 en de andere weet ik eigenlijk niet. Waarschijnlijk is hij iets van... Ik heb eigenlijk echt geen idee. Ik ook niet. Ben je nog steeds ahead of PB? Ik ben... ja. Ik ben nog steeds ahead, maar ik ben nog niet klaar met chapter 6. Oké, dat is 1 lofkie. Als het goed is moet ik hier nu 3 minuten zeven, dus... Ik hoop het voor je. Volgens mij was het ook nog een redelijke 6, dus... Haal ik dan nog een goal Ik moet nog niet naar Persephone, dankjewel game. Oké, laatste... key dinges. Ik vind het echt best wel stom op Persephone dat ik een deels gewoon van een fucking chapter, dat je gewoon even naar... even moet praten met haar. I want gold, Malia. Volgens mij gewoon de hut. Wat? 4 minuten head, oh shit. Ja. Lekker, lekker. Dat was dus die softlock. En ik was hem dus ook gegold. Oh. Oké, 14. Rijd die fucking steen! Dank je. Ik moet hem gewoon letterlijk langs ze vliegen en komt gewoon geen C. Yes, oh, dat had ik ook. Ik liep er gewoon 4 keer langs die stenen en er gebeurde gewoon niks. Niks van, game? Ik ben wel heel goed in de Ghost Roaster strat, zeg maar, die jumps. Vooral de eerste doe ik altijd first try, zeg maar. Gewoon eerste altijd. Was ik goed in, maar die is volgens mij makkelijker als je geen heroics op die Ghost Roaster hebt. Nee, ik heb wel een paar, maar niet speed, geloof ik. Ja, mijn Ghost Roaster heeft er 32. Nee, ik moet even kijken later dan hoeveel hij heeft. Ja, ik heb full voor SSA. Ik heb al een tweede Ghost Roaster, ik weet niet hoeveel die heeft. Oh, nice, easy. De tweede haal ik alleen maar in IL's of als ik geen run doe. Ja, ik ga de tweede niet doen, daar doe ik te lang over soms. Let ik maar in IL PB deed ik hem echt gewoon first try per ongeluk. En ik van, oh oké, dit is nu maar een IL PB. Ik ga hem 1 keer proberen, als het dan faalt, dan faalt het. En als het niet faalt, dan is het mooi. Zo. Super, maintenant on va pouvoir se poser.
Okay. Très bien. On recommence. Okay. Essaye d'ouvrir la grande porte. Je m'occupe de garder l'hélico. Ja, even kijken of ik een haal of niet. Nope. Dan niet. Atterrissage en douceur. Je parie qu'il nous faut une autre de ces clairs Keyan, mais je n'en vois pas sur la plateforme. Tu vas devoir fouiller les environs. Ja, één kant had ik een glitch daar tijdens UN. Dat een van de sloten ineens kapot ging voordat ik de turret inging. En de game wil nog steeds dat je vier sloten kapot maakt, maar dat kon dus niet meer, dus ik was gesoftblok. Ja. Oké, ben ik klaar met chapter 2. Die was wel nice. Alleen die stenen konden wat sneller. Wow. Zombie. Hey, hier blijven. Helikopter. Okay. Don't crash. Genial! Encore une porte à détruire. Oh, j'avais tellement hâte d'en croiser une. Okay, sure, game. Ik bedoel, het fit chill. Chapter 3, zeg maar, de eerste gate skip, zeg maar, met Crusher, ik rolde gewoon zo eroverheen. Ik dacht dat ik een boost nodig had, maar blijkbaar niet. Oh lol, wat? Ja, ik rolde gewoon eroverheen, ik deed niet eens fucking, hoe heet het? Funky. Mhm. Encore une porte indestructible. Mais au moins, il n'y a pas de gros géant. On peut peut-être voler des missiles à ces types qui surgissent sans arrêt. Eh, sans briller, ce vaurien est fichu, hein? Et sans surprise, encore un atterrissage parfait. Spring trop langs al mijn arrow. Oké. Tu connais le principe. Trouve une clé bizarre, insère-la dans un drôle de panneau. Eerst de archers killen. Dan de mage. Nee, wat? Gewoon. Ik denk het goed, maar het trigger alsnog de cutscene. Dat denk ik, het is niet goed blijkbaar. Ja, je moet zeg maar echt, je moet zeg maar al bij de gate staan op het moment dat hij daadwerkelijk dood is, zeg maar. Ja, ja, dat weet ik. Al tussen staan. Oké. Okay. Gelukkig weet ik die eyebrow backup van jou, dus. Dat is goed. Ja, ik heb ook eyebrow achter mijn portaal staan. Ja, gewoon voor de zekerheid. Oké. Okay. Down to warp. Dit is warpless, hallo. Je mettrai fin
Ja, de tering. Het is trouwens, het heet niet Warp Plus, het heet gewoon ESL. Ja, maar je hebt ook nog Warped. Dus eigenlijk kan je nu alleen naar hem in Warped submitten. Nee. Oké, notre pauze. Ik zag wel in ieder geval... Volgens mij, er staat letterlijk exclusief in de regels dat deze Warpers allowed. Ja, ik durf het niet te gebruiken, want anders stopblok ik. Ja, oké. Okay. Wat? Ga dood, dankjewel. Waarom word ik gepinkt deze als ik in speedrunner ben? Want bijna de hele dag word je niet gepinkt. Nou, eigenlijk wel vandaag, maar... En ineens, ja, pinks. Ik ben ook gepinkt, maar waarschijnlijk was dat omdat ik het grapje maakte dat ik door jou mijn min 40 run moest resetten. Ja, dat is gewoon kut. Kut, niet doodgaan. Was wel een beetje pijnlijk. Ik denk dat die run wereldrecord had kunnen zijn. Beetje jammer. Holy shit. Epic gamer moment. Imagine. Brock heeft gesuicide. Wat een verrassing. That's fucking goal. Dit is met zo'n fucking stol. Ik dash van de ledge af. Ja, doei. Bye bye. Okay, you never take me alive. Kills himself. Ja. Ik weet eigenlijk geen eens waarvan dat is. Like, hey. You never take me alive. Een bekende meme, maar ik weet niet waarvan shit. Het is. Ik ben even vergeet. Waarschijnlijk van een of andere gare film uit de 80's of zo. Nou, dat valt wel. Zoals elke gare quote ooit. Hey! Oh, chapter 5, fucking droog. Gewoon... Hey! Ja, hey. Net zoals fucking, Trap Team, in Rocket Steel. Dan zie je ook gewoon. Threadback. Hey! Hey! That's pretty good. Dude, ga dood Cyclops, what the fuck? Haha, ha, circle, brrrr. Circle? En gescamd door de circle. Ja. Jij scamde hun of jij werd gescamd? Ik werd gescamd. Mijn circle werd verbroken omdat er een volle enemy in de weg stond waardoor ik de circle niet kon afmaken. Oké. Okay. Niet eraf vallen, niet eraf vallen, niet eraf vallen, niet eraf vallen. Ik viel er bijna vanaf. Maar bijna is niet helemaal, let's fucking go! Niet eraf vallen, niet eraf vallen, niet eraf vallen. Ik viel eraf. Wow. Oké, okay, ik dacht helemaal dat ik Ghost fucking de laser blokkeerde. Oh. Oké. Okay. De twee langste chapters zijn aan het einde. Dat is wel een beetje pijnlijk aan de route. Want het is van, ik ben er bijna. Nah, maar toch niet helemaal. Nee, 20 minuten over. Echt nog legit meer dan 20 minuten. Echt fucking stom. Gewoon vuil is nu al klaar. Yep. Ik zit nog in chapter... Geleden. Ik zit nog in chapter 5. Hallo? Ik zit in de ene laatste. Ik weet niet hoe ver chapter 5 is. Ik weet niet hoeveel chapters ik moet. Nog 4. Oké. Dan doe ik het niet veel te slecht. Ja, maar je hebt nog 6 en 14 en die duren echt, nou ja, 20 minuten dus. Ja, 14 vind ik helemaal kut, want die is gewoon saai. Ik vind 14 best meevallen, hij is gewoon lang. Ja, daarom. 6 vind ik veel. Hij zijn, we zijn speedrunners, misschien.
Oh, ik ga de coole Z5 skip doen met Flameslinger. Yeah, cool. Iceball skip bedoel je? Oh, first try, Iceball skip. Let's go, ik had hem echt derde try. Wat beter is dan echt 20ste try wat ik in mijn PB had. Nice. Oké, dat is 14. Oh, je moet eerst een fucking ding activeren natuurlijk, bijna vergeten. Let's go. Ik ben meer dan 4 minuten ahead. Ik heb misschien kans op top 10. Oh! Imagine. Dat brengt niet ineens heel veel pressure met zich mee. Waarom zei ik dat dan op? Waarom dacht ik er hierover na? Vergeet het gewoon. Ja joh, deze was de laatste. Laatste. Die ja, die zuigt toch. Je had toch een betere run net nog. Die ik heb verpest voor jou. Ja. Precies. Ja, mijn tijd komt nog wel. Misschien morgen haal ik wel even wereldrecord. Ik weet niet. Veldcube, might get world record later. Oh. En... Yo, 420, chapter 5. Dat is niet, vreselijk, geloof ik. Funny weed number. Nice. Oh ja, chapter 6. Yay, out of coder shit. Wauw, dat was snel. Nu lijkt het alleen dat ik dichterbij bij jou ben gekomen, maar er komt op een fucking lange chapter zijn. Ja. Ik ben over een paar minuten klaar. Ja. Ik deed echt gewoon dacht, oh, ik kan wel zo'n 31 halen. Ja, ik vond jouw optimisme wel leuk eigenlijk. Ik moest er wel even hard om lachen. Ja, ik dacht, wereldrecord is 1.16. Ik denk wel, oh, ik kan wel 14 minuten fouten maken. Komt wel goed. Nee. Nou, dus ook, ik had ook niet verwacht om de eerste run sub-1.30 te krijgen. Dat ook weer niet, hoor. Nee, oké. Okay. Ik had een fucking chapter verder kunnen zijn als ik gewoon letterlijk niet de fucking 8 minuten over deed om die skip te krijgen. Die moet ik misschien even oefenen dan zo nog. Of morgen. Chapter 15? Ja. Ik kan sowieso geen kwaad om die te oefenen. Nee. Voor de rest vind ik het niet al te vreselijk. Er zijn maar een paar dingen die zeg maar wel beter konden. Oh, maak je een grapje. Dat is echt enge meme. Wat? Nee. Het platform is geroteerd waardoor ik geblokkeerd word. Je bent softlocked? Nee. Ik ben niet softlocked. Ik word gewoon geblokkeerd om te progressen. Dat was pijnlijk. Dat had me echt. Dat verloor me gewoon 10 seconden. Oh, dit was een goede 16. Ik ben nu nog bezig, maar oké. Okay. Ja. Ja. Oh. Oké. Okay. Ja, is goed hoor. Ja, met de vriezer toch? Ja, ja, die had Keen ook nog. Keen is toch nu ook, of niet? Was dan? Ja, oké. Okay. Shit, man. Fuck, ik deed het fucking look per ongeluk. Mijn controllers zijn gewisseld van hoe ik het normaal doe. Oh. Ik zit wel op de lokpuzzel, sorry. Ik had, ja. Mol. Nou, dit was wel de korte, dus eigenlijk niet super eigenlijk. Maar wel stom. Glitch. Je ne crois pas. Il est temps que les
les choses changent. Moi non plus, en y réfléchissant. Als we two shots krijgen, denk ik niet. Oh, dit is echt een beetje langzaam. Kutte kills. Kut, ik drop een nunchuk, maar dat boeit niet. Ja, yeah, ik heb de twee shot gekregen, holy shit. Snel. Ik ben klaar. Helemaal? 35-38. Nice. Woo! Nice. Let's fucking go! Ik kan nu denk ik wel even mijn OBS screen share of zo. Ah, Android